Het recept van de volgende cocktail werd voor het eerst neergeschreven in The Bartender's Guide van Jerry Thomas in 1862. Welke ingrediënten heeft hij daarvoor gebruikt? We starten met een veliers van 5 jaar oud en is gerijpt op eikenhouten vaten. Vers citroensap, dan poedersuiker, een klein beetje water en frambozensiroop. We garneren de cocktail met verse frambozen. Een jeneverfix wordt geserveerd in dit tumblerglas. Hoe gaan we nu precies te werk? We nemen ons mixglas, onze cocktaillepel. We nemen 1 lepel poedersuiker. Dan hebben we een klein beetje water nodig. We gaan dat ook weer precies afmeten. 1 centiliter. Dat doen we dan bij onze suiker. En dan gaan we dat eventjes roeren. We gaan er eigenlijk een vloeibare siroop van maken, zodat dat helemaal opgelost is. Dan nemen we 1 cocktaillepel frambozensiroop. Je kan dat in de winkel kopen, maar je kan het ook zelf maken. Het recept vind je op njam.tv. Dan nemen we onze fantastische jenever. Het is 5 jaar gerijpt op eikenvaten. Je ziet een mooie kleur die heeft, hè? Zo heel mooi goud. Daar gebruiken we 6 centiliter van. Vers citroensap. En 1 centiliter vers geperst citroensap. Dan doen we enkele ijsblokjes in ons mixglas. Neem onze Boston shaker. Giet alles bij elkaar. We sluiten de shaker en we krijgen die shaken. Neem onze zeef en onze fijne zeef. Dan zeven de cocktail langzaam in ons glas. Dan vullen we ons glas op de crushed ice. Decoreren gaan we doen met verse frambozen. Die leggen we er gewoon op. Het rietje mag zeker niet ontbreken. En hier hebben we dan onze fruitige jeneverfix. Ik ga er eens van proeven. Proeft wel de jenever echt goed door, met de frambozen. Echt geschikt voor elk feest. Cheers.